vandaag meedoen aan de City Run? Ja. En hoeveel meter ga je lopen? Ik denk 1 kilometer. En heb je al eerder meegedaan? Nee. En vind je het spannend? Nee. En hoe snel denk je dat je de 1 kilometer gaat lopen? Weet ik niet. Binnen een minuut? Ik denk wel. Nou, heel veel succes. Ja. Goedemiddag. Wie zijn jullie? Gea. Henny. En wat doen jullie hier? Ja, wij geven de startbewijzen uit. Onder andere de startbewijzen van 10 kilometer en de halve marathon voor de City Run. En hebben jullie dit vaker gedaan als vrijwilliger? Ja hoor, al een aantal jaren. Elk jaar, zolang als de City Run is, heb ik het gedaan. En hoe vinden jullie het? Ja, heel erg leuk. Het is een sportief evenement, je spreekt heel veel mensen. Jong en oud, het is echt heel erg leuk. Ja, en we hebben sociale contacten. Ja, precies. Ja. Het is gewoon gezellig, leuk om te doen. Mag ik vragen wie je bent? Ik ben Jacqueline Rijns. En ga je mee rennen vanavond? Ja, klopt. Ja. En aan welke afstand? Ik ga de halve marathon doen, 21 kilometer. Dat is een lange afstand. Heb je dat al vaker gedaan? Ja, heb ik al wel vaker gedaan. Een aantal keer. Ja, en één keer een hele marathon. En vanavond dus een halve marathon. En hoe snel denk je deze te lopen? Nou ja, een beetje richting de 1,47, 1,48. Ik ben Heidi Bakhuis, ik ben van Cantalibre. Ik ben Jeanette Overweg en lid van Spurt 88. En als de mensen hier binnenkomen, wat komen ze hier doen dan? Ze komen zich hier inschrijven voor de verschillende, we hebben verschillende afstanden. Voor de hele kleintjes tot 6 jaar is het 750 meter. Dat is de 1 kilometer, de 3 kilometer, de 5 kilometer, de 10 kilometer en de halve marathon. En hebben jullie dit ook al vaker gedaan als vrijwilliger meegeholpen? Ik heb wel eens vaker meegeholpen, maar toen stond ik buiten lintjes of medailles uit te delen. Ja, ik heb ook al vaker meegeholpen met verschillende lopen. Maar dat komt dus ook wel dat ik lid ben van Spurt 88 en dan help je ook vaak als vrijwilliger mee bij de wedstrijden. Heel leuk om te doen.